In de naam van de Vader, van de Zoon, van de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Heer, blijf trouw aan uw verbond en trek uw hand niet af van uw noodlijdend volk. Sta op, Heer, en verdedig uw zaak. Zoveel in zoeken nu, vergeet hun bidden niet. Neemt u plaats, gaat u zitten. U allen van harte een goedemorgen gewenst. Welkom in de viering van de Heilige Eucharistie. U weer in de kerk aanwezig, maar ook u met ons verbonden via de livestream. Ook een woord van welkom aan de naaste familieleden van Helma van Hoof. In deze Eucharistie zullen we voor haar bidden, de voorbeden, het gedachteniskruisje hebben op de altaartafel een plaats gegeven. En die wil ik aan het einde van deze dienst ook aan u aanreiken om het thuis zelf een plaats te geven. Zo mogen we Helma ook gedenken. Heel veel kracht en sterkte toegewenst. Vandaag op deze zondag is opnieuw het thema brood. Jezus identificeert zich met het brood. Maar het is geen brood dat vergaat, maar levend brood dat uit de hemel komt. Het is het voedsel waarmee de Vader ons voedt. En dat we dit voedsel nodig hebben, blijkt uit het dramatisch gebeuren van Elia, die vervolgd wordt en het leven uit zich voelt stromen. Laat mij maar sterven, zegt Elia. En je kunt het hem ook niet kwalijk nemen. Toch is er een bron die niet opdroogt en die ons gaande houdt. Ook als wij niet duidelijk zien welke richting die weg opgaat. Ook als wij, net als Elia, niet weten hoe verder te gaan, mogen wij de kracht van Gods wegen ontvangen om ook weer op te staan. En laten we ons vol vertrouwen hier in dit uur laven aan Gods aanwezigheid, om straks ook onze eigen weg weer te vervolgen. Ik wens ons allen een goede viering toe. Om deze heilige Eucharistie goed te kunnen vieren, willen wij onze schuld belijden. Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen dat ik zondig heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom spreek ik de heilige Maria altijd maar, haar engelen en heiligen, en u mijn broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer ons God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Heer en God in den Hoge, en vrede op aarde aan de mensen die Hij lief heeft. Wij prijzen en aanbidden U. Heer God, hemelse Koning, God Almachtige Vader. Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader. Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. Want Gij alleen zijt de Heilige, Gij alleen de Allerhoogste Jezus Christus. Laat ons bidden. God, Vader in de hemel, Gij hebt uw Zoon in deze wereld gezonden als levend brood voor ons bestaan. Wij vragen u, vermeerder ons geloof en onze toewijding, dat wij Hem erkennen als de gids en leidsman die met ons gaat en die ons voedt en sterkt op onze weg naar U. Hij die met U leeft en heerst
de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Nu gaan we luisteren naar het woord van God. De eerste lezing uit het boek Koningen. In die dagen kwam Elia na een tocht van een dag in de woestijn bij een bremstruik. Hij zette zich eronder neer. Hij verlangde te sterven en zei: Het wordt mij te veel, Heer. Laat mij sterven, want ik ben niet beter dan mijn vader. Daarop ging hij onder de bremstruik liggen en sliep in. Maar opeens stiet een engel hem aan en zei tot hem: Sta op en eet. Hij keek op en daar zag hij aan het hoofdeinde een koek op een gloeiende steen gebakken en een kruik water. Hij at en dronk en legde zich weer te rusten. Maar opnieuw, voor een tweede maal, stiet de engel van de Heer hem aan en zei: Sta op en eet, anders gaat de reis uw krachten te boven. Toen stond hij op, at en dronk en gesterkt door het voedsel liep hij 40 dagen en nachten tot hij de berg van God, de Horeb, bereikte. Zo spreekt de Heer. Zeggen we nu samen de antwoordpsalm. Proef en merk op hoe mild de Heer is. Proef en merk op hoe mild de Heer is. De Heer zal ik prijzen, iedere dag. Zijn lof ligt mij steeds op de lippen. Mijn geest is fier op de gunst van de Heer. Laat elk die het hoort zich verheugen. Verheerlijk de Heer, tezamen met mij, en laat ons eendrachtig zijn naam vereren. Ik ging tot de Heer, en Hij heeft mij verhoord. Hij heeft mij gered uit al wat ik vreesde. Verlaat u op Hem, dan wordt u gelukkig, want Hij stelt u niet teleur. Die roepen in nood naar hen, luistert de Heer, en redt hen uit hun ellende. De engel van God legt een schans om hen heen, om elk die God vreest te beschermen. Let op en bemerkt hoe genadig de Heer is. Gelukkig is hij die zijn heil zoekt bij hem. De tweede lezing uit Efeziërs. Broeders en zusters, wilt Gods Heilige Geest niet bedroeven. Gij zijt met zijn zegel gewaarmerkt voor de dag der verlossing. Brok, gramschap, toorn, geschreeuw en gevloek. Kortom, alle boosaardigheid moet bij u verdwijnen. Wees goed voor elkaar en hartelijk. Vergeef elkaar zoals God u vergeven heeft in Christus. Wees navolgers van God zoals geliefde kinderen past. Leid een leven van liefde naar het voorbeeld van Christus, die ons heeft bemind en zich voor ons heeft overgeleverd als offergave en slachtoffer. God tot een lieflijke geur. Zo spreekt de Heer.
Alleluia. Uw woorden, Heer, zijn geest en leven. Gij hebt woorden van eeuwig leven. Alleluia. De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd moorden de Joden over Jezus, omdat hij gezegd had: Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald. En zij zeiden: Is dit niet Jezus, de zoon van Jozef? En kennen wij zijn vader en moeder niet? Hoe kan hij dan zeggen: Ik ben uit de hemel neergedaald? Maar Jezus sprak tot hen: Mocht toch niet onder elkaar. Niemand kan tot mij komen als de Vader die mij zond hem niet trekt. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Er staat geschreven bij de profeten: En allen zullen door God onderricht worden. Al wie naar de leer van de Vader geluisterd heeft, komt tot mij. Niet dat iemand de Vader gezien heeft. Alleen degene die uit God is, heeft de Vader gezien. Voorwaar, ik zeg u, wie gelooft heeft eeuwig leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaderen die het manna hebben gegeten in de woestijn, zijn niettemin gestorven. Maar dit brood daalt uit de hemel neer, opdat wie ervan eet niet sterft. Ik ben het levend brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Het brood dat ik zal geven is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld. Woord van de Heer. Beste medegelovigen, afgelopen dinsdagmiddag had ik een gesprek met iemand van mijn leeftijd die 5 jaar geleden ontzettend veel pech heeft gehad. Zoveel pech dat hij huis en haard moest verlaten en uiteindelijk in een dak- en thuisloze opvang terecht kwam. In feite had hij niets meer. Wist u dat er in Eindhoven zo'n 300 tot 400 thuis- en daklozen zijn? En misschien zijn het er inmiddels wel veel meer geworden. Rom was er ooit één van. Toen hij 5 jaar geleden die dakloze opvang binnenstapte en hij keek rond, was zijn eerste gedachte: Ik hoor hier niet. Maar al snel mocht duidelijk worden dat hij met al zijn pech er nu wel thuis hoorde. In de loop van de tijd merkte hij dat veel mensen die hij dan tegenkwam toch niet zo raar zijn als ze eruit zien. Van de buitenkant is deze man gaan kijken naar de binnenkant van mensen en zag het goede in iedere mens. Overigens, het is iets wat we denk ik allemaal kennen. Iemand beoordelen op de buitenkant voordat we kennis hebben gemaakt met die binnenkant. In de jaren die volgden kwam Rom tot de ontdekking dat schilderen hem de nodige afleiding bood. Niet alleen voor hem, maar ook voor de andere passanten die hij ontmoette. En met zijn eigen inzet en doorzettingsvermogen is hij uit dat diepe dal van ellende geklommen en is vandaag de dag bezig in Eindhoven bij de stichting Springplank. De stichting Springplank is begin van dit jaar ontstaan. Het is een stichting waar verschillende andere clubjes onder vallen. Want zoals u weet hebben we in Eindhoven verschillende mooie initiatieven. Waarom hebben die in Waalre zo'n dakloze opvang? Ik denk dat het goed is dat we dat
ook op een centraal punt. We liggen immers heel dicht bij de grote stad. Waar het centraal geregeld kan worden, is natuurlijk ook heel erg goed. En die stichting Springplank, die helpt mensen om weer levenszin te ontdekken. Onderdak te bieden. Maar nog veel belangrijker, de begeleiding van mensen met liefde. Op zoek naar werk, een nieuw thuis, een dak boven het hoofd. En in ons gesprek, beste mensen, kwam meerdere keren naar boven dat hij het heel wonderbaarlijk vond dat er zo van alles in die 5 jaar gebeurde op zijn pad. Heel veel goede dingen gebeurden er. En zoveel is op zijn pad gekomen waarvan hij zegt, hoe kan dit? Zomaar een gesprek in de pastorietuin onder de tent. Ik zou er antwoord op kunnen geven hoe dat allemaal zou kunnen komen. Maar dat doe ik niet. Mensen mogen tot de ontdekking komen. Beste zusters en broeders, een engel komt niet als een uitgenodigde gast. Een engel komt meestal onverwacht. Hij geeft vaak een antwoord op een niet gestelde vraag of op een nog niet gestelde vraag. Een engel past niet altijd in ons eigen plan voor het leven. Hij past in Gods plan. En vandaag horen we in de eerste lezing Elia. Elia verwachtte geen engel en hij riep ook niet meer om hulp. Hij zag niet hoe God hem nog te hulp kon komen, nu hem zoveel ellende was overkomen. En ik denk dat dat ook een gedachte is bij veel dak- en thuislozen. Wie kan mij nu nog helpen, nu ik zo diep in die put zit? En na de dramatische overwinning op de Karmelberg had die Elia de woede ook nog eens van de koning over zich afgeroepen en verkeerde zijn triomf in een eenzame vluchtweg, de wildernis in. En als we het woordje wildernis horen, dan kunnen we denken aan de Bijbel, die Bijbelse plek om alles en iedereen te ontvluchten tot en met God en jezelf. Haal maar in herinnering in de 40-dagen tijd Jezus, die 40 dagen en nachten verblijft in de woestijn, van alles, van iedereen verstoken. Elia, die weet dat hij in de woestijn zit en dat er geen levenskansen voor hem zijn. En het hoeft voor hem ook allemaal niet meer. En de wildernis, die komen we overal tegen. Kan van verschillende gedaante zijn. Het zijn plekken waar de mens, als schepsel Gods, als kind van liefde en barmhartigheid, niet meer kan leven. De wildernis is een plek waar de mens zijn levensvragen niet meer stelt en waar hij deze niet meer hoeft te stellen. Een mooie, rustige, alledaagse wereld, het kan een wildernis zijn, waar de mens prettig in slaap wordt gesust en geen vragen meer stelt die dieper graven dan het alledaagse amusement. Een wereld kan echter nog zo'n wildernis zijn, maar dat verhindert de engel van God niet om er te komen, om de mens een zet te geven. Sta op en eet. Terwijl Elia niet meer wil opstaan, niet meer wil eten. Alles staat hem tegen. Heeft hij om die engel gevraagd? Sta op en eet, anders gaat de reis je krachten te boven. En wie zegt dat Elia nog moet reizen? Was zijn reis niet al lang afgelopen? Waar mensen aan hun einde lijken te zijn gekomen, maakt God dus een nieuw begin. Maar wie zit er nu op een nieuw begin te wachten? Het leven is toch goed zo? Mensen kunnen aan de wildernis gewend raken en denken dat de wereld waarin ze leven goed genoeg is. Ik kom nogal eens mensen tegen die van kerk en geloof weinig meer weten. Vragen naar God en naar de zin van hun leven en de betekenis van alles wat ze doen. Het staat ver van de belevingswereld af. Ze liggen buiten het gezichtsveld.
We lezen ook voldoende analyses van de afname van kerkbezoek. Naast een groep mensen die op zoek is naar verdieping. Mensen die daadwerkelijk energie willen besteden aan hun zoektocht naar verdieping. Want de gemiddelde Nederlander, die is tevreden met zichzelf. Tevreden met de wereld zoals die zich aan hem of haar presenteert. Ach, er is een coronacrisis. Maar die komen toch wel weer te boven? Twee spuiten erin? Dansen met Jansen? En we kunnen er tegen. Waarom zou je toch verdiepen in geloof en die ontzettend moeilijke vragen stellen? Is de wereld waarin wij leven een wildernis geworden? Nee. Daar wil ik niet aan geloven. En zo somber en pessimistisch wil ik niet zijn. Ik geloof wel dat er een heleboel kansen, dat die blijven liggen. Potentieel en talenten van zichzelf begraven, links laten liggen. Mensen die geen engel nodig denken te hebben en hun verwachtingen beperkt houden tot wat het leven hier en nu te bieden heeft. Is er nog een engel die hen wakker stoot en zegt, kom op, het leven is meer waard dan je nu denkt. Je hebt die wereld en je naaste en jezelf meer te bieden dan wat je nu laat zien. Jezus biedt in het broodhoofdstuk van het evangelie van Johannes zijn voedsel aan mensen die er eigenlijk niet op zitten te wachten. Tot 3 keer toe probeert Jezus hun duidelijk te maken dat wat hij te bieden heeft van een hele andere wereld komt. Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald. En ook zijn publiek die mocht en snapt niet waar hij van spreekt. Ze herkennen niet de brug die Jezus tussen de wereld van de mens en de wereld van God plaatst. De vraag naar godsdienst en de vraag naar God is voor veel mensen een hele abstracte vraag geworden. Een hypothese. Zou God wel bestaan? En op die vraag is ook geen definitief antwoord te geven. Maar de vraag echter is, wat wordt er van mij gevraagd? De vraag naar de roeping van de mens. Het is een andere ingang die meer confronterend is. Omdat dit een vraag is naar de mens, naar jezelf. Wat denk je dat de vruchten van jouw leven zijn? Sta op en eet het voedsel dat Jezus je te bieden heeft in het leven. En ga ook die weg die voor je ligt. Het is God die je deze vraag stelt. Beste zusters en broeders, de Eucharistie die we vieren is een teken van die vraag. Christus die hier aanwezig is, die zich laat delen, hij roept ons op om te leven van die hemelse gaven en niet van de wildernis om ons heen. Maar waarom laten we ons door hem voeden? Omdat we geloven dat de wereld waarin we leven beter kan. Dat er een wereld kan zijn die meer gedreven wordt door naaste liefde en belangeloze toewijding aan elkaar. Dat zijn mooie woorden, hè? Naaste liefde, belangeloze toewijding. Maar vandaag de dag kennen we dat niet meer zo, die naaste liefde. Ikke en die belangeloze toewijding. Ik wil iets voor jou doen, prima. Maar dan verwacht ik wel van jou, zus en zo, ook weer terug. Het begint vaak ook heel klein. Ik heb het voorbeeld wel eens genoemd met een verjaardag. Het klinkt heel onnozel, maar zo kleinzerig, zo kleinzielig. Ik geef jou een cadeau, een fles wijn. En dan moet je niet terugkomen met een of andere goedkope shampoo van het kruidvat. Want die fles wijn was wel tegen de 30 euro aan. Maar zo gaat het toch vaak? Naaste liefde. Liefde vanuit je hart.
en belangeloze toewijding. Belangeloos. Maar we leven soms in een wereld van berekening. Een wereld die slechts bestaat uit kleine wereldjes van individuen, losse mensen, ikke. En toch die oproep vandaag opnieuw. Laten wij die engel zijn die elkaar en anderen aanspoort, zoals in die eerste lezing. Sta op. Sta op. Om meer te putten uit de gaven die de Heer ons geeft. Om op te staan en ook een nieuwe weg in te slaan. En die oproep, die mag ook aanstekelijk zijn. Het gesprek afgelopen dinsdag met die zekere Ron, zo heet hij, dat werkte aanstekelijk. Mocht ook zelf veel leren en horen, het heeft ook mijn ogen geopend. Toewijding en liefde. Belangeloze liefde. Proberen we daaraan te werken, iedere dag opnieuw. En ik ben blij dat we, als ik over een engel spreek, ook een heel klein engeltje hoor en zie hier in de kerk. Amen. Willen wij samen bidden ons geloofsbelijdenis op bladzijde 6. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd. Gestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de Heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Bidden wij tot God die ons het brood op de hemel schenkt. Bidden wij tot God voor de gemeenschap van de kerk, dat zij haar geloof en liefde blijft voeden met het levende brood uit de hemel. Laat ons bidden. Wij bidden voor de volken die worden getroffen door oorlog, geweld of terreur. Mogen liefde en vrede mensen en volkeren verbinden. Laat ons bidden. Voor allen die hun dagelijkse brood moeten missen. Wij bidden om een geest van verbondenheid en saamhorigheid in de wereldwijde mensenfamilie. Laat ons bidden. Voor hen die met vakantie zijn, dat zij op adem komen. Wij bidden ook voor hen die niet op vakantie kunnen gaan en voor hen die in deze weken meer eenzaamheid kennen. Wij bidden om nabijheid en vriendschap. Laat ons bidden. En bidden we ook in deze Eucharistie voor de vele dak- en thuislozen, dat er telkens weer plaatsen mogen zijn waar mensen opvang vinden, waar mensen begeleid mogen worden met die belangeloze toewijding en liefde. Om uitzicht, om levenszin voor hen die de zin van het leven verloren zijn. Laat ons bidden. We bidden voor onze zieken. We bidden voor hen die in de medische molen terecht zijn gekomen, voor hen die aan het revalideren zijn, voor hen die bezig zijn met de nodige onderzoeken. Deze Eucharistie wil ik in het bijzonder uw gebed vragen voor pastoor Sporen, om kracht en sterkte voor hem. Laat ons bidden. We bidden voor de intenties die zijn aangereikt voor deze heilige mis. We bidden in het bijzonder voor Helma van Hoof. We hebben een jaar geleden van haar afscheid genomen vanuit deze kerk. Haar te rusten gelegd in Eindhoven.
daar waar ze is, dat ze daar ten beste mag spreken voor hen die achterblijven. Dat Helma rusten in vrede. Laat ons bidden. Voorts bidden wij ook voor de namen Piet Jansen, Marinus Leijten en Mia Hertogs, de echtgenoten. In de afgelopen week hebben we in geloof afscheid genomen van Gerard Vaassen, 80 jaar. Zijn uitvaart heeft plaatsgevonden vanuit de Martinuskerk. Wim Roosendaal, 90 jaar. Zijn uitvaart heeft plaatsgevonden afgelopen maandag vanuit de Nicolaaskerk. Jan Thijssen, 89 jaar. Zijn uitvaart heeft afgelopen dinsdag plaatsgevonden vanuit de Onze Lieve Vrouw Presentatiekerk. We bidden voor Miet van de Ven Peters in de gezegende leeftijd van 100 jaar. Haar uitvaart zal morgen vroeg in besloten kring plaatsvinden vanuit de kerk in Borkel en Schaft. We bidden voor Dini Hol Siebers. Voor haar zal komende dinsdagmorgen in besloten kring de uitvaart worden gehouden in Borkel en Schaft. Dat al onze dierbaren overleden, ook hen die we niet met naam hebben genoemd, thuis mogen zijn in die vreugde en vrede bij God, die geen einde zal kennen, dat ze alle rusten in vrede. Laat ons bidden. En bidden we zelf een moment in stilte voor al datgene ons persoonlijk te harte gaat. Barmhartige God, uw Zoon, het ware brood uit de hemel, is in de wereld gekomen om leven te schenken in overvloed. We bidden u, vernieuw ons geloof in Hem die Gij gezonden hebt en verzadig ons die hongeren en dorsten te allen tijden met het brood des levens, Jezus Christus onze Heer, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Deze woorden van de voorbeden besluiten de dienst van het woord. We zullen de altaartafel in gereedheid gaan brengen om Christus de Heer in ons midden te weten. Hij die zegt, ik ben het brood des levens. Uw gaven worden verzameld in de collecte. Waarvoor dank.
het voor ons de bron van eeuwige leven. Dus heeft ons steeds geen recht voor u. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Moge de Heer het offer uit wonder aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. Heer, aanvaard goedgunstig de gaven van uw kerk, in uw barmhartigheid, hebt gij ze ons geschonken om ze u aan te bieden. En gij maakt ze door uw kracht tot het sacrament van ons heil. Door Christus onze Heer. Amen. De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren. Verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Hij is onze dankbaarheid waardig. Wij danken u, barmhartige Vader, getrouwe God, omwille van Jezus, uw Zoon, onze Heer en Broeder. Armen en zieken, zondaars en wie uitgestoten waren, heeft Hij van hart lief gehad. Deelgenoot was Hij in alle menselijke nood. De boodschap van zijn leven heeft ons doen verstaan dat gij begaan zijt met uw mensen en vriendelijk zorg voor hen draagt, zoals zijn vader voor zijn kinderen doet. Daarom loven en prijzen de hemel en de aarde en verkondigen wij uw goedheid en uw trouw. Met alle engelen en heiligen heffen wij de lofzang aan voor uw grote heerlijkheid. Heilig, 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 de Heer de Hoge Hemelse Machten, vol zijn hemel en aarde van heerlijkheid. O Hosanna in de hoogte, gezegend gij komt in de naam des Heeren. O Hosanna in de hoogte. Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw naam. Altijd zijt gij met ons op weg. En dichter dan wij durven dromen, zijt gij bij ons wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel, waar wij uw liefde vieren met brood en beker. Zoals eens op de weg naar Emmaus, ontsluit gij nu voor ons de schrift en wij herkennen hem bij het breken van het brood. Daarom bidden wij, Almachtige God, beadem met uw geest dit brood en deze wijn, zodat Jezus Christus in ons midden komt met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed. Want op de avond voor zijn lijden nam hij onder de maaltijd brood en sprak tot u het dankgebed. Hij brak het brood, gaf het aan zijn leerlingen, terwijl hij zei:
Neemt en eet hiervan gij allen. Want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het dankgebed. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Als we dan eten van het brood en drinken van deze beker, verkondigen wij de dood des Heeren totdat hij komt. Neemt die plaats. Oneindige goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze verzoening en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont. Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan en tot een nieuw leven opgewekt, is Gij ingetreden in nieuw heerlijkheid. Zie met genegenheid neer op dit offer en erken erin uw eigen Zoon, die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten, opdat voor alle zoekers de weg naar u, Vader, geopend en begaanbaar zijn. Barmhartige God, laat de geest van Jezus in ons wonen en vervul ons met uw liefde. Sterk ons door de gaven van zijn lichaam en zijn bloed en laat ons één worden, liefde en geloof, verbonden met onze paus Franciscus en onze bisschop Gerardus, zijn hulpbisschop Robertus. Maak ons ogen open voor alle nood en leg woorden in onze mond om wie zich eenzaam en verloren voelen te troosten in uw naam. Maak ons vindingrijk en moedig om broederlijk bij te staan al wie berooid zijn en verdrukt. Maak uw kerk tot een huis van waarheid die bevrijdt, van gerechtigheid die vrede schept, van hoop die alle angst verdrijft. Erbarm uw Vader over onze broeders en zusters, die in de vrede van Christus naar u zijn teruggekeerd, en over alle gestorvenen waarvan gij alleen het geloof hebt gekend. Breng hen tot het licht van de verrijzenis. En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis waar plaats is voor velen. Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop, overvloedig leven in uw heerlijkheid. Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen, dat wij met Maria, de maagd en moeder Gods, met uw apostelen en martelaren, en al de anderen die u genegen zijn, dankbaar uw naam aanbidden en u prijzen door Jezus Christus, onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Laten we bidden tot God onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gestoond door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid en de eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, ge hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen. De vrede des Heren zij altijd met u. En met uw geest. U met ons verbonden, vrede en alle goeds vanuit de kerk in Walgerdorp. U in de kerk hier aanwezig. Geef elkaar een groet van vrede. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Ontferm u over ons. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Ontferm u over ons. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Geef ons de vrede. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Christus, heerlijkheid aan. We gaan
Dit zegt de Heer, het brood dat ik zal geven is mijn vlees ten bate van het leven der wereld. Laat ons bidden. Heer, mogen de communie die wij hebben ontvangen ons verlossing brengen en ons doen standhouden in het licht van uw waarheid. Door Christus onze Heer. Amen. We hebben deze viering mogen bidden voor Helma van Hoof. Ik wil jullie, Debbie en Karen, maar ook de mensen met jullie zijn meegekomen, heel veel kracht en sterkte toewensen. Weliswaar een jaar geleden, maar toch, het gemis denk ik is iedere dag voelbaar. En zoals ik dat een beetje kan volgen zo op Facebook, zie ik ook dat jullie het graf van jullie moeder ook ontzettend goed verzorgen en haar ook iedere keer weer eren. Ik ga graag het kruisje aan jullie afgeven, zodat jullie het zelf thuis een plek kunnen geven. We hebben in de voorbeden mogen bidden voor pastoor Sporen. Sommigen van u hebben het is al opgevallen dat hij er per week wat slechter uit ging zien. Zijn gezondheid is inderdaad talende en op dit moment is hij zo ontzettend vermoeid dat hij helemaal niets meer kan. Hij is thuis, hij trekt zich terug uit de parochie voorlopig. Dus het pastorale laat hij graag aan ons pastoraal team over, bestuurlijk aan het bestuur, Tanja onder andere. Het gaat hem even niet goed. De onderzoeken in het ziekenhuis zijn in volle gang. Hij heeft een zware bloedarmoede. Ze weten niet waar het bloed afgebroken wordt in zijn lichaam. Een hematoloog is er mee bezig. We hebben afgelopen week het ziekenhuis bezocht. Komende week gaat het liedje weer opnieuw beginnen. Het is voor die man eigenlijk heel wat, want als tussen je oren van alles zegt, ik wil voor alles doen, dat je zo gewend bent, maar het lichaam wil niet meegeven. Ik wil u vragen om in uw gebed in het bijzonder ook te denken aan pastoor Sporen en dat Maria, wie het feest van volgende week zondag gaan vieren, ook ten beste mag spreken voor hemzelf. En dat geldt natuurlijk uiteindelijk voor al onze zieken die we in onze parochie hebben of in de kring van familie en vrienden, want ik ken er ondertussen velen die in die medische molen terecht zijn gekomen of bezig zijn met herstel. En dat is natuurlijk allemaal niet niks. Pater John en ik, wij wensen u van harte een hele mooie zondag toe. Voor hen die met vakantie gaan of vakantie thuis besteden rondom Houzen, ik wens u een hele mooie en gezegende tijd. Rust wat uit en geniet er ook van al datgene wat zich mag aandienen. Het is niet alleen de regen, maar ook de zon. En wil er zelf iets van maken, dan zullen dezelfde slingers moeten ophangen, is mij ooit geleerd. En dat mogen we dan doen in deze vakantiemaanden. Laten we gaan staan om de zegen van de Algoede God te mogen ontvangen. De Heer zij met u. En met uw geest. Zegen u de Almachtige God, Vader, Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wees de groet, Maria. Vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Onze lieve vrouw van handel, bid voor ons. Zoete Moeder van den Bos, bid voor ons. En laat ons alle heen gaan in vrede. Dank u.